De reis van morgen begint bij... Leo, product owner. Als product owner halen we binnen NS op van, wat willen we nou verbeteren aan de producten die we buiten hebben staan? In ons geval zijn dat zitplaatszoeker en druktevoorspellingen. Dus hoe druk is het in de trein en waar is plek? En daarmee helpen wij de reiziger om een comfortabele reis te hebben. En we kijken dan binnen NS van, waar kan dit beter voor de klant? Hoe kunnen wij hem nog beter informeren en wat zijn hun wensen? En dan samen doen kijken van, wat is het beste om te gaan bouwen? Je hebt een gemotiveerd team en je bent echt samen een product aan het bouwen. Je voelt je samen verantwoordelijk en gezamenlijk ga je dit naar buiten brengen, naar de klant. En als product owner zorg ik ervoor dat wij die beste voorspelling bij de klant kunnen brengen. Ik ben ooit begonnen als gedetacheerde. Ik kwam in het bedrijf binnen bij NS International. Ik heb ontzettend leuke dingen daar gedaan. En zag van binnen NS zijn zoveel gave projecten te doen. Zoveel nieuwe dingen te doen. Ik blijf gewoon bij NS werken. Je merkt ook, het is een hele open cultuur. Je kan alles zeggen, je kan het uitspreken. En je merkt ook echt dat wat mee gedaan wordt. En dat dingen worden verbeterd. Wat ik zo leuk vind, is dat we echt een heel team hebben kunnen opbouwen. We zijn heel klein begonnen. We hebben heel snel een product buiten gezet voor de reiziger. En daarna zijn we samen met de organisatie en het team steeds verder gaan kijken van, hoe kunnen wij dit nu voor de klant verbeteren? Ja, NS is natuurlijk een grote vervoerder in Nederland. En wat je merkt is, we staan midden in de maatschappij. En wat is er nou leuker dan 1 miljoen mensen per dag te helpen met de producten die je bouwt? Er zijn weinig plekken waar je dat kan doen. En bij NS kan dat wel. Dat vind ik echt super gaaf.